Goedemiddag. Dit is het Weerjournaal van weerplaza.nl. Dankzij een hoge drukgebied boven Rusland weet warme lucht vanuit Zuid-Europa ons land te bereiken. En vandaag trekken velden met met name hoge bewolking over ons land. Daar komt de zon goed doorheen. Dus ook aan het oppervlak kan het behoorlijk opwarmen. Temperaturen in het binnenland vanmiddag op de meeste plaatsen ruim boven 18 graden. En daarmee zijn niet alleen datumrecords gebroken. Het is ook nog eens zeer bijzonder warm voor de tijd van het jaar. In het zuiden werden het 20 graden en dat is pas slechts 6 keer eerder in november gebeurd sinds het begin van de metingen in 1901. Al met al toch bijzondere novemberwarmte. Vanavond dan gaat het uiteraard afkoelen. De temperatuur ligt dan rond een graad of 12. Het is dan wisselend bewolkt en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht dan daalt het kwik uiteindelijk naar een graad of 8 op de meeste plaatsen. Dan blijft het wisselen bewolkt en overal droog. De bewolking die overtrekt zal met name hoge bewolking zijn. Al kan in het noorden van het land ook misschien wat lage bewolking of wat nevel ontstaan. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking dan geleidelijk toe. En in de loop van de middag neemt in het, met name in het zuidwesten van het land de kans op wat regen toe. Later in de avond dan volgen ook andere plekken. En als er wat valt dan zal het hooguit een enkel spatje zijn of een beetje motregen. Voor die tijd alsnog zacht tot zeer zacht voor de tijd van het jaar met 14 tot lokaal 16 graden. De wind is wel iets meer aanwezig, waait dan uit het zuiden, matig boven land, tot vrij krachtig aan de kust. Ook donderdag nog te warm voor de tijd van het jaar. Normaal voor deze tijd is een graad of 10. Maar dan zitten we dus donderdag boven met 12 of 13 graden. Ochtends valt in het noordoosten misschien nog een spat regen. Maar uiteindelijk in de middag wordt het overal droog met flinke zonnige perioden. Vrijdag valt misschien een enkele bui en daarbij wordt het dan 12 tot lokaal 15 graden, maar in het weekend dan gaat het weer een beetje veranderen. Krijgen storingen weer de overhand, wordt het wat minder zacht en neemt ook de kans op regen op steeds meer plaatsen toe. De lange termijn verwachting blijft eigenlijk aanhoudend zacht. Want vanaf de tweede tot derde week van november moeten we al naar maximumtemperaturen van 7 tot 9 graden denken als normaal. Maar zoals de verwachtingen er nu uitziet, blijven we smiddags boven de 10 graden uitkomen. En vaak nog ruim ook. Ook de minima vrij hoog. Mogelijk dat de nacht naar vrijdag nog fris verloopt. Met kans op vorst aan de grond en lokaal ook wat mist. Maar verder ziet het er al met al toch zacht tot zeer zacht uit. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.